Dit is een bespreking van Enees, boek 2, regel 780 tot 795. In het voorafgaande hebben we gezien hoe Creusa als imago, als schim, als beeltenis verschenen is als Eneas. Zij voorspelt hem nu de toekomst. Je zult naar Italië gaan zonder mij, heeft ze al gezegd. Lang, zo begint deze regel, voor jou de ballingschappen. Exilia is eigenlijk de nominativus meervoud van exilium. Ik heb enkelvoud vertaald. Tibi is Eneas, want Creusa is aan het woord. En ze zegt tegen hem, voor jou zal de ballingschap lang zijn. Dat zal zijn, dat moet je aanvullen. En een uitgestrekt vlak, een aequor, dat is een zeevlak. En hier ten overvloede Maris erbij van de zee. En een vastum, een uitgestrekt zeevlak, moet door jou beploegd worden, staat er letterlijk. Arare is ploegen, je moet weer est aanvullen. Of erit zal doorploegd moeten worden door jou Eneas. Et, je zult komen. En je zult komen naar, een accusatief is van richting hier zonder in, zonder voorzetsel. Je zult aankomen in het land Hesperia. Hesper is het Griekse woord voor avond. In het Latijn is dat vesper. En dat is dus het westen. Je zult in het westland aankomen. Ubi, waar de Lydius Tibris congrueert met elkaar, waar de Lydische Tiber. Lydisch, omdat de Tiber, omdat daar nu Etrusken wonen en het verhaal gaat dat de Etrusken afkomstig waren uit Lydië in het huidige Turkije. In ieder geval, Creusa zegt tegen Eneas, je zult aankomen waar de Lydische Tiber vloeit, stroomt. En dan tussen de akkers, arva, inter, in een omgekeerde volgorde, normaal natuurlijk inter, arva, een arvum is een akker, tussen akkers, tussen rijke, vruchtbare akkers van mannen, waar die Tiber dus vloeit, leni, achmine, met een stroming, met een kalme stroming. Elek, daar. Zullen zijn, of is, moet je weer aanvullen. Res laita is letterlijk vrolijke zaken, dat is dus voorspoed. Daar zal voorspoed zijn, regnumque, en een koningschap, en een koninklijke echtgenote, Lavinia zal dat zijn, verworven voor jou. Dus je krijgt een nieuwe vrouw, zegt Creusa tegen Eneas. Verdrijf, pellen, de lacrima's, de tranen, voor je, om je, van je, staat er eigenlijk, dit is een genitivus, dus verdrijf de tranen van je beminde dilectus, van die ligere Creusa. Non, niet, onderwerp is ik, dat is dus Creusa die tegen Eneas spreekt. De bijbehorende persoonsvorm is aspicion, ik zal niet zien. Leidend voorwerp is sedes, de woonplaatsen Myrmidonum, genitivus meervoud, van de Myrmidonen of van de Dolopiërs. Van de Dolopiërs, Myrmidon is het volk van Achilles en de Dolopes, dat is het volk van Neoptolemus, Achilles' zoon, die net dus op een altaar Priamus heeft gedood. Dan heb ik overgeslagen superbas, dat congrueert met sedes. Dus ik zal niet zien de trotse woonplaatsen van de Myrmidonen of van de Dolopiërs. Creusa bedoelt, ik zal geen slaaf worden van een Griek. Of ik zal ook niet gaan, ibo, futurum van ire, servitum, om te dienen. Om te dienen, matribus graiis, congrueert met elkaar, Griekse moeders. En ik zal dus ook niet Griekse moeders gaan dienen. Ze bedoelt hetzelfde. Ik zal geen slaaf worden, geen slavin worden van een Griekse vrouw. Dardanis, dat is nominativus hier. De genitivus Dardanidis. En een Dardanis, dat is een Trojaanse vrouw. Ik als Trojaanse vrouw zal dus geen slaaf worden van Griekse vrouwen. Als Trojaanse vrouw. Et Nourous, dat is een schoondochter. Van Venus, van de goddelijke Venus. Als vrouw van Eneas is Venus haar schoonmoeder.
Maar mee deed hij net, mij houdt vast. Onderwerp is Genetrix, de moeder, de grote moeder. Deum is weer hetzelfde als Deorum, de grote moeder van de goden. Die houdt mij vast, mee deed hij net. En dan weer congrueren met elkaar his oris op deze streken. Dus ik zal in Troje blijven, zegt Creusa. En daar zorgt de grote moeder van de goden voor. Met die grote moeder van de goden wordt Cybele benoemd. Bedoeld, dat is de godin die speciaal in Troje vereerd werd. Ter betekent driemaal. In de anafoor twee regels beginnen met ter, driemaal. Conatus moet je sum aanvullen. Conari is een deponens wat proberen betekent. Dus conatus sum, ik heb geprobeerd. Driemaal heb ik geprobeerd daar mijn armen brachia te geven rondom haar nek, circum collo, om haar hals te slaan. Maar driemaal. Onderwerp in die regel is imago, het beeld, dus de schim. Drie, dat ontvluchtte mijn handen. Manus hier, de accusatief is meervoud. Comprensa, vastgepakt. Een PPP wat congrueert met imago, vastgepakt, te vergeefs. Dus in de volgorde van het Latijn. Driemaal, te vergeefs, vastgepakt. Ontvluchte, het imago, de schim van Creusa, dus mijn handen. En Virgilius eindigt hier met een vergelijking. Par, gelijk aan lichte winden. En aan een gevleugelde, zeer gelijk slaap. Aan een zeer gevleugelde slaap of droom is hier wel bedoeld. En zo pas uiteindelijk, reviso, bezoek ik weer, keer zie ik weer opnieuw, keer ik terug naar. Mijn makkers consumpta nocte, met de nacht geconsumeerd zijnde. Toen de nacht bijna voorbij was, keerde ik terug naar mijn makkers. Zo, dus nadat ik dit had meegemaakt, is de bedoeling. Jam betekent al, jamque en al en nu al. Vaarwel, zegt Creusa tegen Aeneas. Et serva, en jij moet bewaren, leidend voorwerp amorem, de liefde van, wij zouden zeggen, voor onze gemeenschappelijke zoon. Natus hier eigenlijk het PPP van Nasci, de geborene, gebruikt Virgilius vaak voor zoon, of als het vrouwelijk is, als dochter. Ubi, zodra, haec dicta, congrueert met elkaar, deze gezegd zijnde, deze woorden. Zodra zij deze woorden gegeven had, zouden wij zeggen, dit is een perfectum, verliet zij de seruit. Als leidend voorwerp moet je mee aanvullen en daarmee congrueren dan twee PPA's, namelijk lacrimantem et volentem. Verliet zij mij huilende en veel willende zeggen. Tenuisque en zij week terug, recessit, in aura's, in de luchten. En met die aura's congrueert tenuis, de dunne luchten. En zij week in de dunne luchten. En dit is het laatste wat we van Creusa zien. Zij komt in het verhaal verder niet meer voor. Wat er met haar gebeurd is, dat mogen we zelf bedenken.